Op 4 mei plaatste ik een filmpje van het cyberhoofdkwartier van de NAVO bij Meijendel. En ja, daarin waren niet goed zichtbaar enkele personeelsleden van de beveiliging van het NAVO-hoofdkwartier zichtbaar. En ja, die hebben waarschijnlijk een melding gedaan. Ik kreeg twee privacyklachten over die opname van 4 mei. En het lukte me niet om de gezichten te blurren. Dus ik haal hem offline en ik zet de beelden nu online, met uitzondering van die beveiligingsmensen die dan... Eén hoor je wel nog even wat zeggen in het Engels. Maar hun gezichten heb ik dan maar weggelaten. Het rare is, ik heb al vaker dat complex gefilmd en ook met beveiligingsmensen. En dat heeft nooit eerder tot klachten geleid. Dus ja, nou ja, oké. Dat wilde ik even kwijt. Het is 4 mei. En dit is de Oude Waals Dorperweg. Kijk eens. 15 kilometer op de fiets. En dit is het internationaal criminal court. International ICC. En Zelensky was hier een uurtje geleden. Volgens mij hebben ze het tijdschema overhoop gegooid. Want ik had hem hier... Ik had hier ook op tijd willen zijn. Maar ja, ik ben te laat. En vanuit hier... Er zitten gedetineerden op het complex van P.J. Haaglanden. Waar ik ook heb gewerkt. En in het gebouw naast het gevangenisziekenhuis... Daar zitten de internationale oorlogsmisdadigers. Dus indien Poetin daar zou worden opgehaald of opgehaald en gedetineerd zou komen te zitten, dan zit hij in Scheveningen. En dat gebouw, dat is, ja, dat zijn de buren van het gevangenisziekenhuis waar ik heb gewerkt. En ja, dat is de VN-gevangenis, de United Nations Detention Unit. Maar de ICC-gedetineerden zitten daar ook. En wat is daar allemaal misgegaan? En bij de Van Alkemadelaan zie je dit... dit statue staan. En er staat erbij... Conscious that all peoples are united by common bonds... their cultures pieced together in a shared heritage... and concerned that this delicate mosaic may be shattered at any time. The state's parties to the statue. En ik ben daar een keer, ik ben een keer binnen geweest met mijn werk. Toen hebben we een zitting bijgewoond. Maar er hangen ook alle vlaggen van ja, de landen van de wereld die hier aan zijn verbonden. Maar Amerika, die was het niet eens met het strafhof. Weet u dat nog? Ga maar eens even zoeken hoe dat zat. Hier zie je dus het International Crime Court, de Criminal Court, ICC. En daar vlakbij. Dat is het cyberhoofdkwartier van de NAVO in Den Haag. Dat bevindt zich hier dus in Den Haag. Cyberdivisie. Zeer belangrijk. NAVO cyberhoofdkwartier. Waar ook de cyberdriehoek is gevestigd. Waar de Katwijkse ongekozen burgemeester in zit, Cornelis Visser. Sorry. Ik heb uitleg gekregen, commandocentrum wordt gebruikt als de meldkamer van justitie van DVNO, van DEI uitvalt. Maar dat wordt vandaag gebruikt voor de dodendenking hier achter. Bij op de Waalsdorpervlakte.
En dit is de wandelroute voor de mensen die vanavond naar Waalsdorp lopen. Dat loopt langs TNO en ook het cyberhoofdkwartier. Heel veel bedrijvigheid in de nabijheid van het cyberhoofdkwartier van de NAVO. Is onderweg naar Waalsdorp, verslaglegging. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, ik heb een vraag aan u. Was u zojuist bij TNO aanwezig? Daar bent u daar aangesproken of niet? Ja. Daarvoor, oké. Okay. We zijn namelijk op een melding afgekomen dat u foto's aan het maken was van het object allemaal daar. Nee, ik heb gewoon met een personeelslid ook gesproken daar. Ja? Ja, klopt. Dat zei ze inderdaad tegen mij ook. Maar ook iemand die gewoon uitleg over het gebouw heeft gegeven. En dat is toch gewoon vrij toegankelijk gebouw. Ja, niet toegankelijk. Nee, toegankelijk. Ik bedoel, als ik daar sta, dan mag ik daar een foto van nemen. Op openbare weg bedoelt u? Dus, ja, precies. En ik maak gewoon een ritje. Er is geen, die beveiligingsjongen zei nog van dat er een verhoogde waakzaamheid was in verband met Zelensky bezoek aan ICC. Ja. Nou ja, en ik zei, kijk, ik kom zelf ook uit de bewakingswereld. Ja. Dus ik zei, ik maak alleen een foto van een bord NCI. En voor de rest, en ik heb even met de jongens van de beveiliging van dienstvervoer en ondersteuning gesproken. Dus ja, jullie krijgen de melding en daar moeten jullie dan op afkomen natuurlijk. Ja, nee, maar ik zeg ook niks dat u iets misgedaan hebt hoor. Nee. Ik ben alleen even benieuwd naar uw verhaal, want dat ze u hadden weggestuurd. En dat u vervolgens een beetje geprovoceerd heeft bij de ingang dat u uw fiets provocerend neergezet zou hebben ofzo. Dat is interessant, maar ik ben blij. Ik ben blij dat ik het heb vastgelegd. Ik ben gewoon aan het praten. En dan, ik kan het je ook laten zien dat ik een filmpje... Oh, ja, nee, maar niet alle filmpjes, maar dan laat ik gewoon zien dat ik de bus fotografeer. En dat provoceert, dan liegen ze dus. Oh, nou ja, ik ben benieuwd naar uw filmpjes. Niet dat ik u niet geloof, maar... Nee, maar dan... Ik film even omdat Marcus C. even mijn legitimatie controleert. Zeker. En er is dus een melding gedaan dat ik dus zou hebben geprovoceerd. Zo zie je maar... Het klopt dus niet. Ja, men zal zien dat ik natuurlijk meer dan 100 keer in het politiesysteem terecht sta. Dat is omdat mijn zaak nog steeds loopt. 4 keer in de gevangenis gezeten in verband met vervalsbewijs. Ook dat is justitie. En de beveiliging van de NAVO, ja, die geeft er ook een lekkere draai aan. Dit is Waalsdorp. Nou, mijn gegevens worden nog door de Marsussé gecontroleerd en ik sta vlakbij de klok van Waalsdorp. Prachtig natuurgebied. En daar is nu de omroepen zijn ook bezig voor de verslaglegging van vanavond. Ik neem aan dat het RTL hier is. Ik vind het altijd wel een mooiere herdenking dan Amsterdam, persoonlijk. Nou, de marechaussee heeft mij gecontroleerd. Aardige gasten, die gaan nu weg. En hier zijn de opnames. Vanavond dan. Ja, zeker.
is 1:15 op 4 mei. En ik heb een rondleiding gekregen van de klokluider van de Waalsdorpervlakte. Wat wil nou het geval? Ik ken een klokkenluider van Waalsdorp, van deze klok. Daar heb ik mee samengewerkt in Scheveningen. En hij wist nog een anekdote over mij te vertellen, die ik zelf al een beetje was vergeten. Er doen veel verhalen over mij de ronde in de Scheveningse gevangenis, maar sommige zijn waar en sommige zijn niet waar. En welke is dan wel waar? En degene die mij net informatie gaf, die zei in 2015 liep je langs de klok terwijl die aan het luiden was, de Bourdon-klok. En toen brak de klepel af. Er zit nu een nieuwe klepel aan van, ik meen, 169 kilo. Dat kan je hier zien. Maar in 2015 was er een zwaardere klepel en die viel eraf tijdens het luiden van de klok. Bijzonder. De bronzen bal is zeg maar afgebroken van de staaf waar de klepel op vast zit. En nu we hebben net gekeken en er was eigenlijk al een beetje iets van oxidatie gaande, wat we nooit eerder hebben kunnen zien. En we zijn er door verrast. Die bol zit vastgelast op de rest van de klepel. Ja, ja, dat klopt. En dat is toch vrij dik, allemaal vrij massief. De klok weegt 5 ton. En gelukkig zijn daar geen mensen bij gewond geraakt. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk, maar... Ja, we moeten het helaas deze denk ik dan zonder Bourdon-klok doen. Normaal is het gesloten, maar op 4 mei kunnen nieuwsgierige mensen even een kijkje nemen. Kijk maar. Rechts ga je naar Katwijk en links naar Scheveningen. En dit is het fietspad richting Waalsdorp. En vanavond staat daar hier waarschijnlijk mensen van Dunea of de marechaussee die sluiten dit pad af. En op 4 mei denk ik altijd zeker aan mijn vader, Pieter Plug. En die werd als kind neergeschoten in de Tweede Wereldoorlog. Hier staat nog bij, op 10 september om ongeveer 11 uur stond een groep van ongeveer 15 jongens in de Wethouder D. Ouwenstraat bij elkaar. Toen er vanuit de duinen op hen werd geschoten. Ik woonde in de Ouwenstraat later, maar mijn vader ook. Daar staat erbij... Een 13-jarige jongen, Pieter Plug, werd hierbij in het linkerbovenbeen geraakt. De jongen is op advies van de dokter naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. Een andere jongen, Gijs Schaap, had een vleeswond aan een van zijn benen en werd naar huis vervoerd. Dus ja, mijn vader, ja, die heeft die avondklok meegemaakt. Vreemde toestanden, die Duitsers. En scherpschieten, hè? Samenscholingsverbod. Waar doet ons dat aan denken? Vrijheid is niet vanzelfsprekend, zeggen ze. Nee. Dat hebben we allemaal ondervonden. Maar vanavond dus 4 mei de herdenking. En ik denk met name aan mijn vader, Pieter Plug. Die in 1987 is overleden.